boek dat ik heb gelezen heet Americana van een Nigeriaanse schrijfster, Chimamanda Adichie. Geweldig boek. Het gaat over een jonge vrouw uit Nigeria die naar de Verenigde Staten vertrekt en eigenlijk daar heel veel beleeft, maar vooral zichzelf leert kennen, maar ook de hardheid van de wereld leert kennen. Ze wordt slachtoffer van seksueel geweld, ze wordt opgelicht, ze heeft gestudeerd, maar krijgt hele kleine baantjes als werkster. En die confrontatie met wat haar droom was, is pijnlijk, maar helpt je ook om te beseffen hoe goed we het hier hebben.